Vanmiddag zijn we te gast bij zijn eminentie, Ad Kardinaal Simonis. Zeer vereerd. Dank je wel op voorhand. Meneer Simonis, is dat de goede aanspreektitel? Ik zeg wel eens een keer lachend, zeg maar gewoon eminentie. Dat is natuurlijk niet gewoon, want dat betekent uitnemendheid. Dat is een feodale titel. Beter is gewoon om te zeggen kardinaal. Kardinaal. Kardinaal, ik zeg kardinaal tegen u. Dankjewel dat we hier mogen zijn. Dankjewel in deze vaste tijd, een hele bijzondere tijd, denk ik, voor de katholieke kerk. Waar ik me afvraag is van, wij moeten 40 dagen vasten, terwijl onze lieve Heer vroeger 40 dagen vasten om 30, na 30 jaar, 3 jaar in de openbaarheid te treden. Wij vasten 40 dagen voor 2 dagen Pasen. Nee, we vasten voor het hele jaar. Omdat vasten, dat is een algemeen menselijk religieus gebruik, komt in alle godsdiensten voor. Maar het is niet voor die 2 dagen, het is voor het hele jaar. Dat je 40 dagen uitrekt. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, die 40 dagen, dat is een verdichting van ons menselijk bestaan. Want wat is ons menselijk bestaan? Dat is eigenlijk een woestijntocht. En dan denk ik meteen aan Exodus, aan het Joodse volk, het uitverkoren volk, dat vanuit Egypte, uit het slavenland, naar het beloofde land ging en 40 jaar door die woestijn moest gaan. In navolging daarvan heeft Jezus die 40 dagen genomen. En nemen wij die 40 dagen in navolging van Jezus. Dat is zo vast komen staan, er staat ergens geschreven dat Jezus in navolging van, en wij in navolging van Jezus, dus zo, of hoe komen we daarbij? Dan komen wij uit de schrift. Okay. Komt ook natuurlijk uit een soort innerlijk menselijk verlangen, want ook mensen die de christelijke Bijbel niet hebben, die doen het ook. Hoe heet die? Mohammed, die zegt er het nodige over. In andere godsdiensten wordt er minder direct over gesproken, maar de mensen gaan het intuïtief zelf doen. Aha. Omdat ze weten dat het afzien van aardse geneugten, dat een goede zaak kan zijn. Dat is prima. En nou zie ik, en u wees er net zelf op toen we hier binnenkwamen, nou zie ik hier paaseieren bij u op tafel staan. Ja. En vasten is toch, vroeger mochten wij niet snoepen. En we hadden zo'n snoeptrommeltje, maar u hebt het hier open en bloot staan. Nou, dat moet ik u zeggen, dat is het overschot van een avond waarop wat gepresenteerd moest worden. En toen waren deze over. En toen zei de mevrouw die voor mij zorgt, ik zal ze hier maar neerzetten. Ik kan er ook nog bij zeggen, Jezus die zegt zelf in het evangelie, als je vast, dan moet je het niet laten merken. Dus, ik laat het niet merken. Oké, nee, prima. U had het net over de Bijbel en over de Koran eigenlijk. Dus in principe. Mijn idee is dat een priester en een imam en een dominee, die hebben eigenlijk te zorgen voor een vruchtbare oever. Ze zijn eigenlijk riviertjes voor hun gewas, dat ze vooruit kunnen en geloven en dergelijke. Tot zover, begrijpt u me? Ik begrijp het, maar ik vind het beeld van een herder veel mooier. Oké, maar tot zover. Wat moet een herder doen? Een herder die moet zorgen dat er goede weidegrond voor de schapen wordt gevonden. Schapen, dat zijn zeer eenkennige beesten. Schapen daarvan, de schapenkenners die zeggen, schapen kunnen alleen maar voor zich uitkijken en niet opzij. Dus die weten praktisch geen grond te vinden. En wat doet die herder? Die leidt ze naar de goede grond toe. Zodat ze voedsel hebben en goed door het leven komen. Nou, en dat is een beetje de opdracht. Dat is ook het Bijbelse beeld. Herder zijn. De profeten, de koningen worden herder genoemd. Jezus noemt zich de goede herder. Als Jezus teruggaat naar zijn vader, dan draagt hij zijn herderschap over aan Petrus. Hij zegt, ik ben de goede herder. Aan Petrus zegt hij, wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen. En dat betekent, zorg dat ze voedsel hebben. Geestelijk voedsel. Nou, daar komt het op neer. Okay. Prima. Dat staat in de Bijbel. Ja. Dat is een heel oud boek.
Ja. Evenals de Koran. Ik denk, en misschien gaan we te ver hoor, want we willen het gewoon lekker luchtig houden en gewoon lekker gezellig. Maar ik vind eigenlijk, als je in deze hand de Bijbel hebt, of de Koran, het is een hartstikke mooi boek hoor. Zou je dan niet in die andere hand de krant van vandaag moeten hebben? Ja, dat heb ik wel. En dat moet ook wel, want je moet de Bijbel actualiseren. Maar als het nou gaat over het belang van de zaken, dan vind ik dat wat er in de Bijbel aan ons gegeven wordt veel en veel belangrijker dan wat er in de kranten staat. Want daar staat me een onzin. Mijn hemel. En daar staat dikwijls ook de grootste dwaasheid. Als het gaat om waarheid, wat nou echt eraan toe doet, dan moet ik bij de Bijbel zijn en niet bij de krant. Maar ik moet de krant hanteren. Neem nou bijvoorbeeld, dat is zo'n afschuwelijk geval van afgelopen zaterdag, mm-hmm. daar in Alphen, mm-hmm. Alphen aan de Rijn. Dat is natuurlijk van heel veel mensen die leven mee. En hoe kan zo'n man daartoe toe komen en zo? Het zal je maar gebeuren. Afijn, dat je daar in de preek van uitgaat of erop inhaakt, dat is wat anders. Dat is om, ja, het woord zegt ook iets voor vandaag. Mm-hmm. Maar uitgangspunt blijft de Bijbel. Nee, dat begrijp ik. Maar toen Jezus na die 30 jaren dat hij verborgen leefde, naar buiten trad, toen zegt hij van, ik wil dat alle mensen zijn als kinderen uit één gezin. Dus waarom kunnen mensen niet anders leven als, zoals de Bijbel zegt, terwijl dat ze het toch goed willen doen? Ja, als je wilt leven als kinderen van één gezin, dan moet je ook een gezinsmentaliteit hebben. En dan moet je je ook aan de regels van dat gezin houden. En als vader en moeder zeggen, luister eens, wij eten 's middags om 12:30. En wat je ook hebt, als je van tevoren een hele belangrijke afspraak moet maken, dan moet je het zeggen. Maar we moeten het weten, want 12:30 dan eten we. Je moet je aan regels houden. Dan noem ik maar één ding. Als je in een gezin leeft, ik kom uit een gezin van 11 kinderen. Ik ben de tweede van 11. Dan moet je een heleboel geven en nemen. En dan moet je heel tolerant zijn. En dan moet je elkaar leren verstaan en begrijpen. En ook elkaar leren vergeven. Nou, dan noem ik u nogal wel dingen waarom het niet lukt. Nee, natuurlijk. Maar in de loop van tijd, als u ouder wordt en gaat puberen en een middelbare school, en misschien gaan we dadelijk nog hebben over uw opleidingen en dergelijke, dan gaan die regels toch aangepast worden? Ja, dan gaan die regels aangepast worden met de fundamenten. Die blijven hetzelfde. Het fundament van alle regels, dat zijn de 10 geboden. Okay. En dat zijn, als wij gebod horen, dan worden heel veel mensen al schichtig. Maar die 10 geboden zijn 10 woorden van heil die God ons gegeven heeft om ons behulpzaam te zijn op de goede weg te blijven. Mm-hmm. En zo zouden we ze moeten beleven. En zou als u je daar niet aan houdt, nou, dan wordt het een grote pan. Zou u die 10 geboden kunnen samenvatten in 1 gebod? Ja, dat is het ene gebod van de liefde. Waarvan ik dan toch moet zeggen, er zijn er 2 die 1 zijn. Want als ik over de liefde praat, het gaat allereerst om liefde tot God zelf. Wat Jezus zegt, dat is de samenvatting van Deuteronomium. Je zult de Heer je God liefhebben met heel je ziel, met heel je kracht, met heel je persoon, met heel je verstand staat erbij. Mm-hmm. En daarnaast als jezelf. En deze 2 geboden zijn 1, maar God is mijn allereerste naaste. Nou, en dan zijn de 10 geboden daar uitwerking van. Mm-hmm. Okay. Kunnen we het samenvatten als, gij zult niet stelen? Nee, dat is te weinig. Is niet als ik mijn vader en moeder niet eer, steel ik dan niet iets van ze? Ja, zo zou je dat wat kunnen zeggen, maar dat is in de afgeleide zin van het woord. Ja, ja, ja. Nee, je moet het samenvatten in het gebod van de liefde tot God en tot de naaste. Oké, dat is iets over na te denken. Mogen we terugkomen op uw op uw levensloop, als ik het zo, ik denk dat het een fout woord is om het carrière te noemen. Ja. U hebt er nooit nagestreefd. Nee. U bent misschien ooit begonnen als misdienaar, zoals heel veel van die jongeren hier in de. Hoe ging dat verder? Nou, dat ging verder zo dat ik. Toen was het zo dat als je 12 jaar was, dan ging je van de misdienaars af. En ik wilde misdienaar blijven. Maar tegelijkertijd, ik had ook iets van
Ja, van priester worden, dat heb ik vanaf mijn 16 jaar gehad. Ah. Ik weet dat nog een tante die vroeg aan mij, wat wil jij nou worden? Ik zei zomaar spontaan priester. Toen betekende de priester sociaal-maatschappelijk heel veel. Mm-hmm. Ik kom uit een dorp, daar was de priester, die was daar een sociale figuur. Die betekende veel, die deden veel goeds. En ja, je hebt het soort identificatiefiguur. En ja, dat wil ik ook doen. De liturgie die sprak mij aan in de kerk. En ja, toen 12 jaar, toen was dat klein seminarie. Ja. En daar werd die roeping dan begeleid. En in zekere zin ook gecultiveerd. Dan word je natuurlijk ouder. Dan weet je dat van een priester wordt gevraagd niet getrouwd zijn. Dan krijg je daar natuurlijk de nodige gedachten over. Ik had 7 zussen met ontzettend veel hele aardige, lieve vriendinnen. En die zie je natuurlijk ook als je 16, 17, 18 wordt. En nou, dan ga je daarover denken. Dat kan ook een zekere strijd zijn voor zo'n roeping helemaal uitgezuiverd is. En dat je dan zegt, ja, en toch is het mijn weg. En zo is het bij mij gegaan. En dan word je priester? En dan word je priester. En toen ben ik 2 jaar in de praktijk geweest. 1 jaar in Waddinxveen bij Gouda en 1 jaar in Rotterdam. En toen kreeg ik van mijn bisschop, dat was Monsignor Jansen, die eerste bisschop van Rotterdam, de opdracht om in Rome te gaan studeren. En toen heb ik daar 6,5 jaar Bijbel gestudeerd in Rome en in Jeruzalem. En toen ben ik teruggekomen en toen ben ik 4,5 jaar ben ik pastoor geweest in Den Haag. En tegelijkertijd ook zorghebbend voor het Rode Kruis ziekenhuis, voor de patiënten daar. En toen ben ik bisschop van Rotterdam geworden. En dat ben ik 13 jaar geweest. En toen ben ik 24 jaar aartsbisschop van Utrecht geweest. En nu ben ik 3 jaar in rusten hier in dit oord. Ja. Dit oord. En u komt uit een dorp. En dit zijn ook dorpjes om u heen. Hoe bevalt dat? Trouwens, even zo tussendoor. Dit bevalt mij meer goed dan ik kan zeggen. Ik ben Onze Lieve Heer nog iedere dag dankbaar dat ik hier zit. Het is een... ja, dat is een hele geschiedenis apart, dat dit klooster is overgegaan naar die focolare beweging. Focolare beweging, dat is een nieuwe geestelijke beweging in de kerk. En die hebben eigenlijk als spiritualiteit liefde in eenheid, eenheid in liefde. En die hebben hier, hebben ze een dorpje gesticht, zou je kunnen zeggen, waar mensen wonen die het evangelie werkelijk proberen te beleven samen. En dat zijn waarachtige broeders en zusters. Ik heb een privacy, ik kan die uitstrekken zover als ik wil. Tegelijkertijd een gemeenschap van broeders en zusters. En dan echt gelovige mensen. Ik heb hier dagelijks de Eucharistie. Altijd 5 tot 25 echt overtuigde gelovigen daarbij. Wat kan ik beter hebben? Is dat wisselend, die gelovigen, die 25? Wat zegt u? Is dat wisselend? Nee, dat zijn vaste bewoners. Vaste bewoners. Ja. Okay. En dan zijn er een aantal mensen in de omgeving, dat zijn vrijwilligers, dat zijn gezinnen, alleenstaanden, in Drunen, in Vlijmen, in Engelen, en die zijn hierbij betrokken. Oh. U zegt van, vanuit mijn geloof ben ik priester geworden, en u bent bisschop geworden en aartsbisschop, dan ga je toch het bestuurlijke in. He, vanuit het geloof ga je het bestuurlijke in. Als ik zeg van Lourdes is geloof en Rome is macht, wat zegt u dan? Het zou wel eens andersom kunnen zijn. Rome is onmacht. Rome is geen macht. Dat is een onmacht. Rome bepaalt wat er gebeurt in de wereldkerk. Ja. Maar dan ben je totaal afhankelijk of de gelovigen daarop ingaan, ja of nee. Rome heeft geen enkele politiemacht. Niks. Nee. En dat heb je als bisschop ook niet. Dus dan ben je eerder onmachtig dan machtig. Dan moet je omwille van de gemeenschap regels uitvaardigen. Maar ik kan niemand dwingen om zich eraan te houden. Mm-hmm. En dat is nog een extra moeilijkheid. Er zijn een aantal mensen die willen zich er heel bewust niet aanhouden aan die regels. Maar die blijven er toch in. En die laten zich er niet uitzetten. Nou, dus dan zie je, het is eerder onmacht dan macht. Ja, ja, ja. En wat Lourdes zei, wat zei u daar voor moois van? Dat is? Geloof. Dat is geloof. Ja, maar ook het geloof in Rome. Want er is een geloofsbelijdenis en die zegt,
Ik geloof in de ene heilige katholieke en apostolische kerk. Mm-hmm. Ik geloof daarin, het is een geloofsgeheim. Het is niet zomaar kant en klaar als een klontje. Nee hoor, nee. Nee, ik moet mij daaraan overgeven, want dat betekent geloof. Okay. Overgeven aan iets aan wat God. Ik niet kan. Aan de persoon van Christus, die zijn kerk gesticht heeft op de ene rots die Petrus is. Mm-hmm. Alleen, we hebben geen bewijzen dat God bestaat. Wauw. Sorry. Oh ja. Oh ja. Ja? U bent een godsbewijs. Ieder mens is een godsbewijs. Ieder mens is toch een groot mysterie. Volstrekt uniek, zoals er nooit een geweest. Zoals u er zit, hè, is er nooit een geweest. Er komt er nooit meer in terug. Mm-hmm. En dan wat u allemaal in uw leven meemaakt. Wat u kunt uitspreken en niet uitspreken. De hele geschiedenis van goed en kwaad die in uw leven een proces is. Daar kunt u geen eens over praten. Wil je ook niet over praten. Maar het is natuurlijk allemaal een feit. Ja. Nou, dat is maar wat. De geschiedenis die u hebt meegemaakt als u getrouwd bent met vrouwen en kinderen. En nog steeds meemaakt. Is een groot mysterie. Dat moet toch ergens vandaan komen. Nou, en dan zeg ik, natuurlijk is daar een oergrond uit waaruit wij allemaal voortkomen. Dat is uit Gods liefde. Aha. Nee, ik ben daar nogal simplistisch in geworden, hoor. Lekker, toch? Ja. Dus u komt er nooit van af. Want er straks over uw loopbaan, uw carrière. Ik denk van, hoe word je kardinaal, hoe word je aartsbisschop? Maar hoe kom je er vanaf? Je komt er nooit vanaf. Nee, ik kom er niet vanaf, maar ik wil er ook niet vanaf. Nee. En het is onontkomelijk. Een volstrekt eigenlijk, dat klinkt een beetje vreemd, maar een volstrekt vrijzinnige theoloog, noemen we dan theoloog, Kuitert. Mm-hmm. Die zegt, de mens die is ongeneeslijk religieus. Het zit erin. Ja. En voor ieder mens spontaan, er moet een God zijn. Ja. En die kan ik gaan afwijzen. Nou, en dat gebeurt nogal. Nou ja. Hoe kan dat er zo massaal afgewezen wordt? Hebt u daar een verklaring voor? Ik vind dat er nogal massaal afgewezen wordt. Is dat de media, de internettoestanden, dat mensen meer gaan nadenken? Of is het iets anders? Ik vind het beangstigend. Jezus zegt zelf in het evangelie ergens, zal de mensenzoon, wanneer die terugkeert, nog wel geloof op aarde vinden. En nou is er de laatste halve eeuw zulke massale afval, dat je wel eens denkt, zou nou het einde der tijden komen? Mm-hmm. Dat denk ik wel eens bij mezelf. En daar weten we ook niks van, want dat zegt Jezus ook, daar weet niemand het tijd nog uur van. Maar soms denk ik wel eens een keer, nou we zijn er op weg naartoe. Ja. En dat is niet het einde. En dan zegt hij, ja, hoe komt dat? Dat heeft een heleboel redenen. De reden is natuurlijk de erfzonde. Van, wat zegt de duivel tegen Eva? Dan zul je als God gelijk zijn. En heel veel mensen die willen, God hebben, die willen aan God gelijk zijn. En die willen niet het gelijk aan God geven, maar aan zichzelf. Nou, daar begin je al mee. Dan is er natuurlijk het ontzettende grote gevaar van de afgoden. En dat komt door het materialisme. We zijn ontstellend rijk geworden en zo. En u weet, voor een heleboel mensen zijn dat de afgoden van, nou, noem het maar, van het mooie huis. En we hadden het over de afgoden. Wel, ja. Nou, voor een heleboel mensen is gewoon het huis en de omgeving en zo, dat is de grote afgod. Of dat is, nou ja, het mooie jacht of de mooie boten, seks. Laten we dat helemaal niet vergeten. Voor een heleboel mensen is dat een soort afgod geworden. En dat stompt af. Dat stompt af voor seks hogere waarden. Okay. Nou, en wat moet je dan? Ja. Mensen proberen te brengen, waar gaat het nou werkelijk om? De mensen hebben geen tijd. Als ik zie, 's morgens als papa of mam de kinderen naar school brengt, die hebben het mobieltje al in de hand en dan zwaaien ze even ver naar die kinderen.
Ze hebben nergens tijd voor, want ze zijn bezig met die carrière na die 3 weken naar Alaska en dan op safari, weet ik. Dus daar ligt het aan de mensen afvallen van het geloof, denkt u? Ja, dat denk ik ook. Okay. En dat is een afschuwelijke zaak. Zijn de mensen zo slecht? Nou, zo slecht zijn ze ook niet allemaal, hoewel, dat zeggen toch ook een aantal mensen, in bepaalde opzichten wordt de wereld steeds slechter. Wij noemen dat dan de individualisering. Hè? Maar er zijn steeds meer mensen die in de gaten krijgen dat dat een wereld is die steeds egoïstischer wordt. Ik zeker de rest kan stikken. Ja. Nou, en ga zo maar door. Ja. Erg. Erg. En dan kan ik me indenken. Ik heb er een paar keer over gedacht. Goh, ik mag naar meneer Simonis. En een paar keer op televisie gezien. En goh, hij is een beetje conservatief en dat mag, maar hij is niet blij. Hij straalt geen blijheid uit. Als ik dat zo hoor en uw gedachtegangen, dan denk ik van, hij heeft wel gelijk. Terwijl de kerk eigenlijk, een paar jaar geleden ben ik eens bij pastoor Goedhart geweest in de kerk, in de Gimonde. En dat was een blije kerk. In de kerk mag je ook blij zijn. Jammer, zo weinig mensen dat ervaren. Nou, ik ben er helemaal geen sombere figuur van nature, want ik ben een figuur die ontzettend houdt van de geestelijke mopjes, van echt geestige moppen. Mm-hmm. En ik zal ook wel eens een mopje vertellen in de kerk, als het zo uitkomt. Maar ik ben een ernstige figuur, want het leven is een hoogst ernstige zaak. En wij leven in een cultuur, ja, alles moet leuk zijn. Mm-hmm. Ik heb 2 jonge mensen moeten trouwen en Moeten trouwen? Nou, nee, dus dat huwelijk moeten inzegenen. Ja. En daarmee pratend, hoe kijken jullie nou tegen het leven? En hebben jullie nou bepaalde idealen? Hoe bedoelt u? Nou, bepaalde idealen dat je zegt, daar sta ik voor. En daar wil ik voor vechten of zo. Bij allebei kwam eruit als we het maar leuk hebben. Mm-hmm. Nou, dat is het dan. Ja. En ik heb tegen hen gezegd, maar het leven is voor het grootste deel van de mensheid niet leuk. Het is een hele ernstige zaak. En wij moeten, de jonge man in het evangelie, hè, meester, wat moet ik doen? Wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Aha. Dat zijn we totaal kwijt. Ja. Nou. En dat vind ik een ernstige zaak. En daarom zeg ik niet, jongens, nee. Het is allemaal geweldig. Nee. Maar je mag even goed blij zijn in de kerk. Ja, tuurlijk. Als je het diepere bedenkt en snapt. Ja, dan hebben we een blije kerk, ja. Eigenlijk. Ja. Oké. Okay. U hebt het hartstikke druk. En net ging een paar keer de telefoon. Mag ik gewoon iets persoonlijks vragen? En anders dan knippen we het er straks gewoon uit. U neemt de telefoon op. Met wie spreek ik? Ja. Hoe is het met u? Met mij, ik zeg wel eens een keer, naar omstandigheden redelijk slecht. Aha. Dan zeggen de mensen slecht. Nou ja, dat zeg ik dan maar voor de grap. Ik zeg maar, ik ben 79 jaar en ik heb de kwalen van de leeftijd. Maar ik ben ontzettend dankbaar dat ik hier ben en dat ik nog redelijk gezond ben. Lieve mensen die voor u zorgen. En dan hele goede mensen die voor me zorgen. Voortreffelijke mensen. En dan ben ik de Heer ontzettend dankbaar dat ik nog wat kan doen in de parochies in de buurt. Ik kom nogal in Haren en in Waalwijk om een zieke priester daar behulpzaam te zijn. En ik ben dankbaar dat ik dat allemaal nog mag doen. Maar Haren is geen zieke priester, hè? Daar heb ik nee, iets. Waalwijk. Ja, Waalwijk is ziek in Haren. Dat is iets minder prettigs. Daar gaan we het niet over hebben. We doen het alleen over leuke dingen. Ja. In Vlijmen? Komt u ooit in Vlijmen? Enkele keer. Oké. Okay. Ja. Dat is ook een jonge pastoor. Ja, ook gelukkig. Ja. Ook iemand die het met blijdschap uitdraagt. Ja. En je ziet toch, tenminste ervaar ik, zoals die kerken er samen gaan, dat Vlijmen en Haarsteeg, mede door zijn toedoen, natuurlijk heeft hij 0 mensen om zich heen, dat het geweldig gaat. Oh ja. En nee, maar die doet het uitstekend. Ja. 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 Het is een heel lief manneke. Eminentie, wilt u nog iets kwijt in deze vaste tijd, voordat ik u zalig paasfeest ga wensen? Nou ja, ik wens de mensen datgene toe waarvoor ik gebeden heb, dikwijls in de voorbeden.
dat de vaste tijd 40 dagen tijd vruchtbaar mag geweest zijn. En dat wil zeggen dat je je weer bekeert en omkeert naar de levende God. Van jezelf af naar de levende God, die in het middelpunt van je leven zetten. En dan de vreugde mogen beleven van het feit dat Christus de eerste is die door de dood heen gegaan en eeuwig leven heeft bereikt. En dat hij verrezen is uit de doden en dat hij ons dat toezegt. Zodat de dood het niet het laatste einde is, niet het kwaad het laatste woord heeft, maar het goede en het leven. Nou, en zo probeer ik Pasen te vieren als het feest van de vreugde. En ik wens de mensen dat van harte toe. Hartstikke bedankt dat we hier mochten zijn. En ik heb hier met het ding zitten zwieren, maar het is net van, we zitten hier gewoon gezellig te praten. Dank je wel. Het was een hele bijzondere ervaring. Fijne paasdagen. Ja, en ik dank u voor de aandacht en ik wens u een gezegend paasfeest toe. Dank je wel.